Dus, velen van jullie hadden gevraagd dat ik eens een campustour doe. Dus, ik ga jullie hier alles laten zien hoe dat hier alles werkt. En hoe dat het hier ineen zit. Yay! Dus, zoals jullie weten zit ik op de 10e verdieping. En elke verdieping heeft dus een jongensbadkamer en een meisjesbadkamer. En de badkamer is hier niet zo proper, maar kijk, ja, we doen maar als ze kunnen. Hè. Dus dit is de badkamer. Er zijn wel veel spiegels. Oeh, wat is hier? Ja. En dan hier hebben we super veel lavabootjes. En nog meer spiegels. Hier zijn de douches. Zal ik eens de douche laten zien? Het is een beetje brak hoor. Waterschimmel. Oh, eeuw. Ja, dit is vies. Waterschimmel is beter. Oké, dit is net iets beter. Dus we hebben een mooie douche. En een dingetje, maar dat is niet bij elke. En dan zullen we verder gaan. Heeft elke verdieping ook een lounge area. En dit is de lounge area. Daar hebben we vuilnisbakken, een kraan met een pompbak en een microgolf. En een waterkoker. Hier kan je dus eten als je 's middags eten hebt. Dan hebben we een tv waar we een tv-kastje van kunnen beneden gaan halen. En dan zo leuke zeteltjes. En dan kan je daar gewoon op chillen. Dan, hier hebben we de laundry. En we hebben hier een hele kamer waar alleen maar was wordt gedaan. Superleuk. En gaan we nu naar verdieping 3. Want elke verdieping is hetzelfde, behalve 3, 2 en 1. Dus wachten op de lift. Yay! Oké, we zijn op verdieping 3. En verdieping 3. En verdieping 1 is de enige verdieping waar niemand op slaapt. Ja. Dat is waar. En dan hier hebben we... Dat is de yogazaal. Dus als je yoga wilt doen, kan je yoga doen. Hier zijn lockers voor de mensen die in een gastgezin zitten en dan boeken en zo meepakken. Die kunnen we hier achterlaten. Nog meer toiletten. Hier is onze gym. Een gym waar je lekker kan fitnessen. Super tof, super fijn. En hier kan je pingpongen, kunnen we poolen. En dan heb je hier de automaat waar je ook iets kan uithalen. Dat is een late night snack. Dan hebben we hier de keuken. Hier kunnen we dus... Ja, koken als we willen in de middag of in de avond of wanneer we willen. Met frigo's. Ja, ja. Ben benieuwd wat ze aan het maken zijn. We hebben een cinema room. Zou er iemand in zitten? Oh nee, wacht. Ik zal hem eens opzetten. Gaat het aan? Ja, ja. Dus ook met leuke zeteltjes en een grote tv en kunnen we... cinema kijken. Ja, ja. En dan hebben we hier nog meer. Oeh, mijn pizza zit daar nog in. Pizza? Mijn pizza. Waar zit de pizza? Zit de pizza hier? Mijn pizza zit niet hier. Wie heeft mijn pizza gepikt? Ik denk dat ze een shot had er een sticker op. Ja, ik had er een sticker op geplakt. Wanneer heb je hem erin gelegd? Gisteren? Oh. Nee, eergisteren. Toen zijn we naar Little Italy geweest. Oké, mijn pizza's. Ah nee, ja, hier is mijn pizza. Hier is mijn pizza. Oké, we hebben even pizza gepakt, want het is lekker. Ja. Hier kan je ook allemaal spulletjes nog. Dingen die niet in de koelkast moeten. Hier hebben we onze game room, maar daar mogen we niet in, want daar hebben we een sleutel voor nodig. Ja. En dan is het keiveel, hè. Er is een Nintendo Switch en wat ik veel waar, dus als we dat ook allemaal willen doen, kunnen we dat ook allemaal. En dan, dit is er. De derde verdieping. Ja. Maar het is druk. Dit is verdieping 2. En dit is deels klaslokaal. Deels kamers. En zo zien dus onze klaslokaal eruit. Maar dat was een beetje te les, hè? Waar heb ik wel eens? Maar ik heb niet les op de toekomst. Oh, daarom. Mijn psychologie en criminologie. Waar zit ik bij jou? Ja.
Maar je zit bij elke klas, bij elke mijn spinklas zit je bij mij. Hier heb je nog eens een lounge met nog andere automaten en nu kan je mooi kijken naar buiten. Naar het zwembad. En het volleybalveld en het voetbalveld. Hier zijn dus nog meer kamers. Het is klasse. Oeh, licht de auto aan. Er zit ongeveer met een 15 tot 20 man. Ik zit hier. Dat is mijn klasje. Bij Heina. Echt een lievertje. Mm-hmm. Ja. Er zijn nog meer, meer klaslokalen. Ik ga naar een bibliotheek. Ja. Maak ik mij anders zetten? Mag je eens iets wegsmijten? Ah, dat is tomaat, dat moet ik niet hebben. Dank je. Oké. Okay. Ah, hier hebben we ook. Hier hebben we de andere les. Mm-hmm. Hier hebben we Engels film kijken. Dat is kei leuk, we mogen gewoon een zetel zitten. En dan hier is zo de bibliotheek. Wat? Kijk, daar zijn boekjes. En dan ga je ook zitten en kijken en rustig zijn. Dat is de tweede verdieping. Ja, goed. Dit is verdieping 1. Hier heb je nog meer lounge. Dan kan je ook spelletjes spelen. Dit is de receptie. Dus als je vragen hebt, moet je naar daar. En hier hebben we ons helemaal ons eigen koffiehuisje. Echt. Goeie koffie, goeie koffie. Dit is een activity desk. Dus dat we een vraag hebben over activiteiten die we willen doen, moeten we daar zijn. Hier, er zijn nog meer klaslokalen, ook helemaal raar. En dit? Dit is de keuken. We zullen eens zien wat is er. Geen curly fries. Ah, joh. Hier hebben we onze keuken. En dan kan je hier gaan zitten. Echt superleuk. Waar kan je buiten zitten? Super tof. Nu komen we aan het belangrijkste ding van heel de campus. De mailroom. Dus als we pakketjes hebben, moeten we die hier komen afhalen. Mag je altijd opsturen naar mij hoor. Oké, okay, en dan pakken we deze deur. En deze deur gaat naar al de office kantoortjes. Hier zit de accommodatie. Dus als ik vragen heb over mijn kamer, moet ik daar zijn. Hier zitten academics, dus als ik vragen heb over mijn les, moet ik hier zijn. Dat is onze directeur. En hier zit Abby. En Abby is onze customer experience manager. En als we gewoon met een vraag zitten in het algemeen, mogen we haar altijd contacteren. En kan ze een gesprekje hebben met ons. Nu gaan we naar buiten. Oké, okay, nu zijn we buiten. En buiten, dit is dus de parking voor alle auto's op de campus. Heel veel mensen huren hier een auto. En ja, kijk, dan moeten ze hier eigenlijk parkeren, dus dan doen ze hier. Het is wel cool. Dit is onze... Oei, 9 verdieping is weer een geest. Jawel, er zit weer een geest. Ja, ik weet het. Kom je mee? Daar is de rokersruimte. Allee, ruimte, buitenplaats. En hier kan je ook nog zitten en eten. En dit is het voetbalveld. Wordt heel veel gebruikt. Het verbaast me echt dat zowel het volleybalveld als het voetbalveld, als het zwembad, hier heel veel wordt gebruikt. Ik vind dat wel knap, want ik denk als je dat in België zou gezet hebben op onze school, dat dat niet wordt gebruikt. Dus ja. Hier zijn ook hangmatten waar je kan zitten. En hier zit het voetbalveld. Hier kunnen we
school voetballen. En hier kan je ook eten als je dat wil. En het volleybalveld. Super tof. En dan hebben we een zwembad dat ook heel veel wordt gebruikt. En er wordt heel veel gezond en zo. Dus het wordt wel echt gebruikt. Zeker omdat hier eigenlijk al graag bijna 25 graden is. Overdag zeker. Hier hebben we het zwembad. En hier heb je ook nog tafels waar je kan eten. Jee! Dat was het ongeveer. Ik hoop dat jullie er iets van snappen en dat jullie een beter zicht hebben van mijn campus en hoe dat het eruit ziet. En als er vragen zijn, mag je die altijd stellen. Dus dat is het dan weer, hè. Bye bye.